Kunnen we hem al stopzetten? Ik ben nou wel klaar. Mag ik jou wat vragen? Ligt er aan wat? Nou, ben jij een spoorwegovergang? Nee! Ding, 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 ding. Ja, goed zo, maar je het gewoon weglopen. Dat je denkt van waarom... Kunnen we hem al stopzetten? Ik kijk naar een nieuwe aflevering. Ik ben nou wel klaar. Ja. Met vandaag... Van wie? Openingszinger. Een Hobbit poster op de achtergrond. Werkt die dingen eigenlijk wel? Ik hou van openingszinger. Slechte openingszinnen. Nice. Ik heb nu al het gevoel alsof dit een drama video wordt. Ik zou ook zo reageren. Uit welke school? Maat, hou je bek dicht. Vind je wel een moppie? Hey. De reacties zijn wel leuk. Kom jij uit een pan? Nee. Kom jij uit een pan? Nee. Want je bent heet. Wat is dan weer voor zin? Als jij een hamburger hebt, dan was je een McBeauty. Wauw, zo is leuk. Is wifi? Ze loopt er weg. Nee. Die was best goed. Hey. Ik hou al van die flauwe dingen. Ik dacht dat het spet is waar je uit de kraan kwamen. Nee, jongens. Ik heb hier een kaart. Ik ben op zoek naar... Al die meiden reageren zo droog. Ik zou zo hard gaan lachen. Jij staat. En nu? Ja, precies. Boven je hoofd, of ben jij zo heet? Fucking hell. Oh, dat was mooi. Ben jij een toetsenbord? Nee, kom op man. Ik vind het mooi dat ze allemaal weglopen. Gewoon. Want je bent wel mijn toetsenbord. Loop weg. Wat doe je als je dit tegenkomt? Hi. Ik ben van Greenpeace. Nee. En ik vind jou nee. Fijn. Nee, dat was echt. Hoor je dat? Nee. Je klikt er soms? Smooth. Goeie man. Oh, dit is zo erg. Echt. Oké, die was wel goed. Je hebt iets op je gezicht. Te flauw. Schoonheid. Ze hebben wel lef wat ze doen. Nee. Oh. Nee. Nee. Echt. Nee. En abonneer. Oh, mijn humor is zo laag. Waarom lach ik hierop? No. No. En deel alsjeblieft. Ik heb wel genoeg openingszinnen gehad vandaag. Oh. Krijg ik gewoon maagproblemen van. Hoe zou jij hebben gereageerd op een van deze openingszinnen? Zoals ik net deed, gewoon nee. of slechte grap en doorlopen in ieder geval. Als meeste van die dames gewoon van pff, wat? En gewoon doorlopen als je ergens staat, ja oké. En dan meteen je telefoon pakken ofzo. Ja, ook gewoon weglopen. Als het een heel mooi meisje was? Nou ook weglopen. Dit was een test om te kijken welke openingszinnen nog werken. Of openingszinnen nog werken. Ja. Welke vond je het leukst? Geen één. Dit was zo kut. Vooral omdat je het alleen maar doet voor je views. Je doet het niet eens. Je zegt het en je loopt weg. Ga dan door. Pak de kans. Oh my god. Waarom? Die met jet iets op je gezicht. die was echt heel flauw. Jong, echt mooi. Ja, ik weet niet. Ik vind ze allemaal eigenlijk wel leuk. Ik heb gewoon iets met openingszinnen. Maar als je één zou moeten kiezen waarvan je dacht, als iemand daarmee zou komen, dan zou ik echt helemaal... Dan ga ik voor die schat, want die was wel smooth. Werken openingszinnen in het algemeen, denk je? Ik denk als je een hele goede bezin en het zeg maar als je het komisch overbrengt, ik denk dat dat ook zeg maar een beetje is zeg maar hoe, ja dat daar ook heel erg om gaat, dat kan op zich nog wel werken, maar ja, ik weet niet. Werkt het bij jou? Nee, ik zou echt heel erg awkward voelen, ik voel me nu al awkward. Ik heb ze niet zo vaak meegemaakt, maar ik denk het niet, nee. Meestal moet ik er een beetje om lachen en denk ik, oh. Je bent echt op dat niveau gedaan, oké. En door. Sorry als iemand het ooit bij mij geprobeerd heeft, maar... Werken openingszinnen over het algemeen bij jou? Als je een goede hebt, nou ja goed, kom maar, hit me. Maar dit is... Niet dit. Niet deze kutzooi. Dit slaat... Dit is... Oh, ik heb echt gewoon pijn in mijn hoofd van dit. Gebruik je wel eens een openingszin? Nee. Waarom niet? Ik vind het onzin. Ik praat gewoon normaal met iemand. En hoe begin je dan een gesprek? Gewoon, hoe gaat het? Of zo, zoiets.
Nou, ja... Ja, als wel eens mijn vrienden dan een foto op Instagram posten, heb je mij wel eens onder die comments allemaal openingszinnen van ben jij een stoel, want ik zie je wel zitten. Dus ja. Wat is de slechtste openingszin die je kent? Ja, dit is al echt van 20 jaar geleden of zo. Dit doe je dan in een bar, dan maak je een gat in een bierviltje, doe je het over je neus en loop je naar een vrouw toe van hey, heb jij deze gegooid? Ja, die van die engel. Ben jij uit de hemel gevallen, want je bent een engel. Die vind ik echt zo slecht gewoon. Niet slecht als in leuk slecht, maar echt slecht. Heb je die wel eens gebruikt? Nee, dat ga ik ook gewoon niet doen. Heb je een situatie waarin jij wel eens een openingszin hebt gebruikt of dat er eentje tegen je gebruikt werd? Op Twitter was er wel eens iemand uit Maleisië die me ineens allemaal helemaal random openingszinnen naar me DM'de. En het was echt van 4 uur 's ochtends. Ik was zo hard te lachen en ik dacht van wat moet ik hiermee? Ik vond het geweldig. Hey, heb jij een ijsklontje of moet ik het ijs gaan breken? Laat jouw foutste openingszin achter in de comments. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken.